Met een omzet van meer dan 50 miljard euro per jaar is de bouwbranche een van de belangrijkste schakels in de Nederlandse economie. En bij het tot stand komen van zo'n project zijn heel veel verschillende partijen betrokken. En dan gaat er wel eens iets mis, met vaak heel veel extra kosten tot gevolg. En dat moet natuurlijk beter. Verkeerde bestellingen en miscommunicatie binnen een bouwproject zorgen jaarlijks voor zo'n 6 miljard euro aan faalkosten. KPN en de twee snoeken zijn samen tot een innovatieve oplossing gekomen. BouwConnect. Bij BouwConnect maken we eigenlijk drie verschillende dingen. We bouwen een centrale digitale bibliotheek die alle bouwdelen bevat en producten die je nodig hebt om gebouwen samen te stellen. En omdat die bibliotheek is aangesloten op alle software die in de bouw wordt gebruikt, kan iedereen daarmee sneller werken en beter werken, omdat die informatie goed is. Daarnaast maken we een communicatieplatform waarbij alle partijen binnen een bouwproject met elkaar kunnen communiceren via internet. En het derde product dat we maken, dat heet WoonConnect. En dat is een internetapplicatie waarbij bewoners zelf hun eigen huis kunnen samenstellen. Dus mee kunnen beslissen over hoe dat huis eruit gaat zien. Wij zijn met de twee snoeken nu al een jaar of 25 bezig met het automatiseren van ons eigen bureau. Daarna voor 1000 andere architectenbureaus in Nederland. En wij zochten nog een partner waarmee we een bouwbrede bibliotheek zouden kunnen ontwikkelen voor de hele bouw. En we hebben bij KPN daarvoor de ideale partner gevonden die proceskennis hebben en ook slagkracht. Ja, we zijn dan ook heel erg blij dat we nu een ontwikkelploeg hebben van 140 enthousiaste, slimme mensen. Danielle, er gaat natuurlijk best wel eens wat mis met communicatie. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar hoe zorgt BouwConnect er nou voor dat de communicatie in de bouwsector beter verloopt? Nou, BouwConnect die verbindt eigenlijk verschillende partijen in de bouw. En die zorgt daardoor voor meer gestructureerde projecten, betere communicatie. En als je dat beter op elkaar afstemt, dan zorg je dus ook voor minder foutkosten. En daarmee minder bouwafval. En je had het over fouten. Die worden minder gemaakt, maar die worden natuurlijk nog wel gemaakt. Wat voor fouten hebben we dan? Noem eens een voorbeeld. Nou, als je bijvoorbeeld denkt, een architect die tekent een ventilatierooster, om er maar eentje te noemen. Nou, die heb je verschillende maten, verschillende kleuren, et cetera. Als hij dan aankomt en dat blijkt net niet te passen, dan heb je het alweer over die foutkosten. En die kunnen enorm oplopen. Nou, BouwConnect die zorgt ervoor dat die foutkosten minder worden en dat dat veel meer op elkaar aansluit. Maar wat voor bedrijven maken nou gebruik van BouwConnect? In de BouwConnect bibliotheek zitten er producten van honderden fabrikanten. En kun je een voorbeeld noemen van zo'n bedrijf? Nou, een aannemer als Hendricks Bouw en Ontwikkeling bijvoorbeeld maakt gebruik van BouwConnect. En een fabrikant als Konen. Wereldwijd zijn er ongeveer 11 miljoen liften en roltrappen in gebruik. Konen biedt daarvoor, maar ook voor automatische deursystemen en gevelinstallaties, innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen. Innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen voor liften en dergelijke. Daar moet je me meer over vertellen, Suzanne. Ja, nou dat is een hele mooie combinatie. Wij staan wereldwijd op de 39e plaats op de Forbes wereldranglijst van meest innovatieve bedrijven. En dat zegt dus iets over de innovatiekracht van ons bedrijf. Waarom hebben jullie je producten laten opnemen in de bibliotheek van BouwConnect? Omdat het daar een digitale manier is van informatie aan te bieden. Het is heel visueel aantrekkelijk, makkelijk vindbaar. En de belangrijkste doelgroep van onze architecten, 90% maakt daar gebruik van digitale manier van informatie vinden. En hoe lang maakt Konen al gebruik van BouwConnect? We maken sinds 2003 gebruik van BouwConnect, destijds de twee snoeken. Toen zijn we begonnen met het aanbieden van digitale informatie. En maken jullie een groot verschil met voorheen? Ja, we merken een heel groot verschil. 70% van de bestekken die binnenkomen, die zijn gebaseerd op Konenliften. En dat is ook de reden waarom we onlangs ervoor hebben gekozen om een geheel nieuwe opbouw te doen in BouwConnect van onze producten. En weer heel visueel aantrekkelijker te maken en nog makkelijker vindbaar. Een andere gebruiker van BouwConnect is Hendricks Bouw en Ontwikkeling, gevestigd in Os. En we zien de laatste jaren dat het integraal ontwerpen, zeg maar gezamenlijk met een constructeur, een installateur, een architect, dus de W en de E-installateurs, in één programma ontwerpen en dat neemt een enorme vlucht. Een van de projecten waarin we dus gezamenlijk met BouwConnect werken, dat is het project de Haslocatie in Den Bosch. En daar werken we dus gezamenlijk met de verschillende partijen, een constructeur, een architect, een W- en een E-installateur in dat ene programma. Dus daar ontwerpen we eigenlijk 3D integraal en daar maken we dus gebruik van de elementen uit de BouwConnect bouwbibliotheek. BouwConnect werkt hard aan het verbeteren van informatievoorzieningen
en communicatie in de bouwwereld. En hierdoor kunnen de verschillende partijen veel beter samenwerken met duidelijke productbeschrijvingen en heldere communicatie. En dat betekent niet alleen een kostenverlaging, maar het is ook zo dat de gebouwen die worden gebouwd veel beter en duurzamer zijn.